Fysiotherapie is een heel belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg. En ik wil graag mijn bestuurlijke ervaring inzetten om de positie van de fysiotherapie en de positie van fysiotherapeuten te versterken. Nou ja, die is eigenlijk heel simpel. Wie betaalt, bepaalt. De vereniging is er, is van de leden en is er voor de leden. Ik heb een onderzoek gelezen, een motivation-onderzoek, over wat de leden vinden van de vereniging en met name van wat het bestuur doet. En wat mij opviel is dat er tevredenheid is over de aandacht die aan kwaliteit wordt besteed. En dat is ook mooi, dat moeten we ook verder uitbouwen. Maar er is grote ontevredenheid als het gaat over de belangenbehartiging. Dus ik denk dat de belangenbehartiging dat punt 1 zal zijn de komende tijd. Mijn beeld van de fysiotherapie, dat is dat fysiotherapeuten met hart en ziel hun werk doen. Dat ze heel veel patiënten gelukkig maken en beter maken ook. Ik weet dat er door fysiotherapeuten, als het gaat over het tarief, dat zij vinden dat dat vaak niet in verhouding staat tot de inspanning die ze leveren. En ik denk dat het ook mogelijk moet zijn om de relatie die fysiotherapeuten met andere zorgverleners, om die te versterken. Het is van belang dat fysiotherapeuten één front vormen, maar het is ook van belang dat de fysiotherapeuten goede relaties hebben met andere zorgverleners, met de zorgverzekeraars, met de ministeries. Je moet zorgen dat je in dat zorgveld ook positie kan innemen. En dan kan dat punt van de tarifering kan daarbij ook aan de orde komen. Nou ja, ik heb natuurlijk een dijk van een netwerk. Ik ken heel veel mensen in Den Haag, omdat ik daar minister ben geweest. En ook in de Eerste Kamer speel ik een rol in de woordvoering over de zorg. Dus ik ken veel mensen in de zorgwereld, bij de zorgverzekeraars, bij de patiëntenverenigingen. En ik denk dat dat netwerk, dat ik dat goed kan gebruiken ten behoeve van de fysiotherapie. Als de vereniging mij op 15 oktober benoemt tot haar voorzitter, dan begin ik 1 december. En ik heb de hele maand december heb ik vrijgeroosterd om met mensen te praten over fysiotherapeuten, over de fysiotherapie, over het genootschap. En ik wil van iedereen horen wat ze daarvan vinden, wat er goed gaat, wat er beter moet. En dan ga ik per 1 januari 2015 ga ik echt van start. Ik denk betrokken en zakelijk. Dat de beste omschrijving is van hoe ik bestuur. Ik doe het met plezier en ik ben ook altijd geïnteresseerd in wat er inhoudelijk langskomt. Maar van een voorzitter wordt ook verwacht dat je zakelijk kan voorzitten, dat iedereen aan het woord komt, dat het niet te lang duurt. Ik denk dat de beste omschrijving is. Ik probeer te voorkomen dat ik bij de fysiotherapeut kom, hè, want hoe minder je bij de fysiotherapeut of de dokter, wat dan ook komt, hoe beter. En ik doe dat door te bewegen. Dus ik train elke week een uur met een trainer en ik tennis een beetje en soms sla ik eens een golfballetje en ik loop hard. Dus, en ik fiets, dus ik probeer in ieder geval wel aan die norm van een half uur bewegen per dag te voldoen en zo bij de fysiotherapeut weg te blijven. Maar ik zal natuurlijk heel graag naar de praktijken gaan om te kijken wat het werk inhoudt. Maar liever niet als patiënt.